Nou, Geert, heb je dat ook eens meegemaakt? Absoluut. Ik stond iets te veel te genieten, dacht ik, denk ik. Ja. Ja. Ik zag inderdaad vaak een glimlach op je gezicht. Maar ging dat ten koste van je spel? Ik denk het wel een beetje, ja. Want ja, ik kon me niet echt focussen op het bord. Ik stond wel goed. Ik vond wel dat ik in mijn hand ging lekken. Ik was niet echt zenuwachtig of zo, maar ik kon me niet concentreren. Nee. En dat is dan toch gewoon de eerste keer op zo'n podium met het publiek achter je met al die herrie? Ja, dat denk ik ook. Ik had ook gewoon voor de tijd geen verwachtingen. En ja, er had misschien wel wat meer ingezeten, denk ik, maar maakt me niet uit. Ja, vooral, denk ik, in die laatste set. Die had je nog kunnen pakken, miste je dubbel 10, dubbel 5? Ja, ik had nog wel een kansje, ja. Nou, ik kwam al meteen heel snel 2-0 voor. Ja, dan wordt het lastig, ja. Wat kun je hier met deze ervaring? Ik bedoel, hier heb je wat aan in de toekomst? Ja, nou, ik dacht voor de tijd echt wel van als ik maar niet ga trekken, weet je wel. En ik stond echt lekker te gooien. Ik had helemaal geen last van zenuwtrekken of zo. Ik vond echt dat ik lekker stond te gooien. En dat geeft je wel meer vertrouwen voor de volgende keer. Dat je denkt van, ja, je voelt je wel lekker op het podium. Ik hoop dat die volgende keer er inderdaad komt, Geert. En dan gaan we je weer zien. Bedankt voor nu. Dank je wel.